Right, testing 1, 2, 2. Oké. Nou, ik denk dat er dus iets mis is met mij. Ja, niet zeker. Maar denk ergens van wel. Ik weet niet, ik snap niet echt goed. Ik snap niet goed de opkomst van extreem rechts. En ik denk dat er dus iets fout is met mij. Iets dat ik niet heb. Ik word heel vaak links en rechts verweten. Ik ben niet echt daar. Dat is ook iets logisch zo. Ik was sociaal ingesteld zijn. En niks mis mee. Ik vind het vrij moeilijk met zo'n extreem rechts uitspraak. Ik vind het heel moeilijk met het feit dat ik... dat miljonairstaks en al, dat allemaal schandalige gedachten zou zijn. En dat die mensen daar eerlijk voor gewerkt hebben. Voor miljarden. Ik vraag me af hoe je dat doet. Werken, echt hard werken. En daar miljarden voor krijgen. Ik denk, moest dat eerlijk zijn. En iedereen daar de kans voor krijgen, dan zou iedereen wel even hard werken voor een paar miljard te hebben. En dan een beetje chiller aan doen misschien. Ik weet niet. Alsof er wel eens iets mis met mij. Of ik vat iets niet, of ik snap iets niet. Voor welk politiek systeem bent u dan juist? Ik ben eigenlijk een beetje... misschien wel voor het soort communistisch systeem. Communistisch systeem, maar waarom dan juist? Waarom? Ik ben niet volledig voor communisme. Ik vind er mag wel wat verdeeldheid zijn. En je mag inderdaad wel wat extra verdienen bij hetgeen dat je, hoe kun je zeggen, voor hetgeen dat je doet, hè. Als dokter of risicojob, whatever. Een andere vaak bij zijn of wat dat je leven expansioneel drastisch verkort wordt. Ik vind het een beetje moeilijk met het idee dat je mensen zou kiezen voor armoede. Je mag mij een keer vertellen wie dat voor het gemak zou kiezen voor armoede. Er is jaloezie op mensen. En het grappige is, in onze maatschappij en in heel veel kapitalistische landen, die ik een beetje kan volgen en ken, is een trend dat vanaf wanneer er iets misgaat, dat je niet kijkt naar die boven nu, maar dat je onder je gaat gaan stampen en vloeken. Als je dat ziet, met hoeveel miljarden dan naar Panama-paradijzen verdwijnen. En als je dan ziet dat er voor een paar miljoen die bijvoorbeeld naar werkloosheid of ziekenzorg gaat. En omdat er daar inderdaad zitten profiteurs tussen. Alhoewel profiteurs, ik ben er nog niet zo zeker van. In een pedagogisch gezin weet ik zelf niet of je echt een profiteur kunt zijn. Je zit met een afwijking dan sowieso. Niet iedereen is hetzelfde. En het is heel moeilijk voor mensen die geen problemen hebben om dat te vatten. Dat is allemaal zo zwart-wit. Wil niet werken? Een luiaard. Nee, niet per definitie. Dat kan. Dat kan een luiaard zijn. Maar dat is niet per definitie de reden waarom dat die een persoon niet werkt of niet kan werken op een of andere manier. Ook al is zijn intellect volledig normaal. Waarom zou er zoveel zelfmoorden zijn? Het is niet dat mensen van nature uit supergelukkig zijn. Dat is iets, sommigen krijgen dat, sommigen niet. Sommigen verdienen dat geluk, sommigen niet. Maar dus de opkomst van naar rechts. Nu, ik snap dat wel eens, Black Lives Matter, heel dat gedoe, ik heb die ook gevolgd. Dat is zeer, hè, voor mensen die rechts ingesteld zijn. Dat is heel lastig en er zijn ook linkse mensen die dat er moeilijk mee hebben. Hè. Ik ben ook voor All Life Matters sowieso, vanzelfsprekend. Maar when All Life Matters, dat moet nog altijd zijn als er een groep in zit. Wat dat soms wel minder vooruit maakt. We moeten altijd wel aandacht aan geven. Het is niet omdat normaal gezien vrouwen gelijke rechten hebben, dat ze gelijke rechten hebben. Ja,
tot op de dag van vandaag, ik heb maanden die het nog altijd normaal vinden dat een vrouw minder verdient voor klopt hetzelfde te doen. Allee, waar raalt het zelf? De pretentie. Maar dus het opkomst naar rechts, ik vind dat een beetje creepy, hè? Ik zie niet kwaad op die mensen die ervoor stemmen. Hè. Laat mij daar heel duidelijk in zijn. Vind ik ze dom? Nee, dat is een, ik heb maten die slim zijn. Die naar hen zeggen, ja, ik noem ze wel maten. Omdat die zijn per definitie niet per se racistisch. Maar ze stemmen natuurlijk gewoon voor een racistische partij. Maar ze gaan dat gewoon ontkennen natuurlijk. Ik ben voor je puur. Linkse rat, hier ben ik. SPVDA, de idealistische partij? Nee, maar het is wel de enige partij die voor mij wel het punt naarroept dat ik zeg van... Daar sta ik wel achter, inderdaad. Ik vind... moest ik nu 100 miljard hebben? Maar waarom zou ik dat nu lastig vinden om daar een klein beetje van af te geven? Ik zie die een impuls niet voor zo alles te willen nemen. Dat heb ik niet. Dus ik denk dat er iets mis is met mij. En als ik afga naar hoeveel Vlamingen die recht stemmen, denk ik dat er nog iets mis is met mij. Want ik vind dat we te veel ministers hebben bijvoorbeeld, maar ik vind het wel heel lastig. Het idee, hoe moet ik het zeggen? Het idee dat... Ik ben het even kwijt. Wacht, ik denk. Ik snap niet genoeg racisme. Snap je? Ik heb ook Marokkaan die ik zie, dat ik zal ontwijken. Ik heb Marokkaan die ik zie, dat ik gewoon geen probleem mee heb. En ik heb Marokkaan die vrienden zijn. Ik snap niet hoe je zo kunt denken in kleuren en in rassen en in afkomsten. Dat zit niet in mij. Ik heb zoiets van, kijk, ik ben van Gent. En toen ik in Eeklo kwam wonen, ik ben daar vrij lang in geschaamd. Ik vond dat zo'n beetje een minderwaardige Eeklo. Ik heb me daar lang over gezet. Maar vroeger, toen dat klifte, als het eerste dat ik ben, hè, zei van Eeklo, ja, maar ik ben origineel ziek van Gens. Dan ging ik zo mijn Gens accent er een beetje bij halen, om dat zo duidelijk te maken dat ik niet van Eeklo was. Dat was schaamtelijk. Maar goed, en dat terzijde, toen ik kind was ik altijd Indiaans. Ik haat de cowboys. Ik voel mij ook zo'n beetje een Indiaan. Bij het dat mijn snor en baard heb, denk ik dat ik wel redelijk wat Indiaans bloed in mij heb. Ik heb dat nog niet laten testen, omdat ik dat weet dat dat niet moet. Ik ben dat gewoon. Maar dat terzijde. Ik ben ook een beetje lang dom geweest. Ik heb ooit, vanaf dat ik klein was, heb ik me heel rap afgestoot van het katholisme. En ik was een simpele linkse die zoiets had van, oh ja, maar de islam is goed. De islam is goed. Dat is de religie van vrede en zo. En dat is ook een beetje onzin natuurlijk. Ik vind geen één religie goed. En ik denk als ik moet kiezen, dan kan ik eigenlijk nog katholisme verkies boven islam. Ik heb daar een paar simpele redeneringen voor. Je hebt de islam, die Mohammed een beetje volgen, de profeet. Je hebt dan de christenen, het gaat wel over God en Allah en zo. Maar hij heeft zo de messiah, weet je wel, de kerel die zo gezegd de revolutie startte. En je hebt dan Jezus. En als Jezus naast Mohammed zet, ja, dan heb je ze een vredelievende pacifist die slaat iemand, geeft u andere wang, geeft u held aan darmen, vergeeft iedereen. Niemand leeft met een zonde leven en zo. En dan had de Mohammed, die was wel eens iets stoerder. Zo. Was een zo, die had een coole vrouw, een sterke vrouw. En mijn Mohammed was dan met een sabelzwaard een beetje rondgaan. Dat loeft niet, of eraf. De boodschap was wel een beetje hetzelfde, maar de executie was totaal anders. Dus op dat vlak heb ik dan iets meer sympathie voor katholisme, maar ik heb voor geen religie sympathie. Hetzelfde met de boeddhisten. Ik dacht vroeger dat zijn zo... super vredelievend, maar die staan nu heel daar moslim aan het hoofd en moslims aan het hoofd en dat is ook niet echt cool. Allee. Dus ik ben sowieso niet religieus, maar ik kan niet snappen dat je racistisch kunt zijn, houden op die komen van buitenland. We moeten geen mensen halen, jawel. We zijn met de wereld en we zijn met allemaal gekomen op deze aardbol samen als mens en dier.
En we houden met niks rekening. Ik dacht, coronavirus gaat ons massa's veel bijleren over de mensheid. Fuck dat, jong. Niks heeft ons dat bijgeleerd. Vliegtuigen, massavervuilend. Ik zweer dat. Ik reis niet met een vliegtuig voor mijn plezier. Ik heb dat nog geen keer gedaan in mijn leven. Dat heeft twee redenen. Ik heb een beetje hoogtevrees. Vliegangst heb ik wel wat. Maar ik heb dat wel gedaan voor perstrips. Dus het is niet dat ik niet durf vliegen. Dus voor een job vind ik dat nog iets anders vliegen. Dan voor je plezier de wereld gaan vervuilen. Voor zo... I earned it. I worked for it. Screw the generations behind me. Of after me. Fuck that. Dat zo zie ik het niet. Nee. Dat vind ik niet zo cool. Dus ik denk dat er iets mis is met mij. Ik weet niet of dat er een cursus bestaat. Initiatiecursus, rechts. Anders, hit me up. Ik zou dat vrij graag doen. Ik wil jullie snappen. Ik wil weten waarom de helder zoiets hebt van buitenlanders spreiden. Van de zomer ook, hè. Hollanders komen de boel in knoppen op staal te zetten. Niemand zegt er wat van. Wat was trans aan dat? Die bruin waren, gewoon met een parasol en heel België was te klein. Hè? Heb respect voor de overheid en de overheidsdiensten en de hulpdiensten. Hè? Vlaams Belang, deed niet anders. En dan, een paar dagen alleen, gaan ze zelf naar een manifestatie die verboden was in de wedstrijd. En dan was het in één keer, oei, het zijn wel een beetje hardhandige flikken. Ja, het waren Franstalen, dat was waarschijnlijk pijnlijk, hè. Dat was waarschijnlijk hetgeen dat het meeste zeer deed, hè. Maar ik bedoel, ik stel de campagne geld dat Vlaams Belang pompt in Facebook, dat is puur haat dat die mannen verdelen, hè. Dat is puur discriminerende haatspeeches. Nou, ik krijg de rilling bij nu, hetgeen dat mij zien bent, de bijeenkomst, hè. Want toen meer zo fucking marsen voor de natuur, want dat de jeugd achter staat, hè. Maar dan is het, oh, kleine mannen, oh, ze zijn een beetje aan het brossen, een beetje aan het, ze willen niet naar school, tuurlijk, heb je bij, dat is waar. Maar weer al mis het punt waarover dat gaat. Het gaat over de natuur, en dat is iemand kapot maken. En coronavirus heeft dat zo bewezen, industrieachtpad, natuur was weer aan het groeien. Wat doen we het eerste dat we het eerste maar gedaan hebben, is boeken, terug bij een reizen. Economie redden. Tristig. Dus, help me. Initiatiecursus, rechts. I need it. Want ik snap het niet. Het zal nu.